Beste Minecraft-kijkers en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft Seeds 1.9. Vandaag hebben we Hoger Baksteen als seed. Hoger, die ken ik van school. En ja, daar gaan we vandaag de seed over doen, want hij was de eerste die het gereageerd op Joost's filmpje over King Joost 3. Joost zelf, die zit hier naast me. Zeg maar gedag tegen alle Minecraft-kijkers. Hallo! Minecraft-kijkers en welkom bij... Nee, dat is klaar, dat is mijn tekst. Maar in ieder geval, dat was Joost. En die zit hier naast me om lekker te kijken en niks te doen. En ja, die gaat vandaag mee. Ik ga ook nog aan het einde van het filmpje, moet ik nog wat laten zien aan Joost ziet. En King Joost die ziet, want ik was het vergeten namelijk. Maar we gaan nu eerst hiermee beginnen. Waar gaan we mee beginnen? Gisteren had ik eigenlijk nog een filmpje willen maken, maar ik was geweest logeren bij mijn opa en oma, samen met Rick gewoon. En ja, maakt me niet zo heel veel uit. Ik heb vandaag weer geen timer, maar dan kijken we gewoon rechts onderin ongeveer. Dit vind ik ook wel een redelijke span. Oké, ik zal vast even deze even aanzetten. Iedereen heeft gezien wat je moet zien. Zie de alternatieve seed en de X, Y en Z. Alle shit. Ik snap die F trouwens niet. Dat iemand het weet, kan iemand het even vertellen. Nou vertel. Nou, dat is welke richting je op kijkt, noord, zuid, west, oost. Dat is onbelangrijk dus. Lekker handig zo'n biompje daartussen. Nou, dat is een mooie span, al zeg ik het zelf, want je hebt meteen pompoenen voor je neus. Dus je kan meteen een pumpkin farm beginnen. Er zijn nog redelijk veel pompoenen ook eigenlijk. Ja, het is. Hier zit heel veel klei eigenlijk. Daar klei. Het is een. Weer de tundra, altijd de tundra, hè? Die gaat nooit van ons weg, dus we zijn gewoon één met de tundra. Hier is het moeras. Moeras zijn altijd handig om de paddenstoelen van te krijgen, om meteen je farmpje mee te beginnen. Het is helemaal vol paddenstoelen. Misschien een beetje te veel paddenstoelen, vind ik het zelf, maar oké. Voor degene die dat niet heeft opgemerkt, mijn render distance zit op normal. Nou, dat heb je misschien opgemerkt, maar dat komt doordat gewoon ik lag gewoon iets te veel voor far. Ik weet niet waarom. Suikerriet. Kut. Wordt geroepen. Joost, ga jij even reageren? Ja, niks! Kom aan. Joost reageert even. Joost blijft ook bij me logeren en niet denk dat ik meteen gay ben ofzo. Dus ook niet troll, ook niet. Oh jongens, we hebben hier bergen. Prachtige bergen. Mijn broer had expres harde roepen geloof ik om het filmpje te komen. Kool, mooie, ja, dit vind ik een prachtige berg eigenlijk. Dit vind ik echt een mooie berg. Bloempjes. Cow City. Deze berg zijn door de midden gehakt. Hier heb je gewoon prachtig grasland. Dit is ook een prachtige span trouwens. Die van Joost trouwens, niet van King Joost 3. Die speel ik zelf ook bij mijn open oma. En kan je even vragen aan mijn broertje wat hij moet? Ja, ik zeg even dat ik er ben. Dat vraagt. Daar is weer de tundra. Oké, ik ga nog wat speciaals laten zien. Maar dat filmpje dat ga ik straks laten zien. De draken. Jongens, draken ga ik zo laten zien. Prachtig. Dan ga ik in het volgende filmpje laten zien. Ik ga een klein beetje verder hier. Klein beetje. En dan ga ik die video even laten zien. Nog eventjes een extraatje. Het is toch ook wel weer een mooie span hier hoor. Is ook wel weer een mooie span. Ik ben er gewoon stil van jongens. Niet meteen op gaan scheppen hoor. Ik weet dat je het nou wel leuk vindt. Oké, we gaan nu verstand naar die van Joost doen. Hier Joost. Kom op jongens, even snel. Sneller. Snelst. Koud hier in mijn kamer. De hele nacht in mijn raam open staan. Ik zie dat daar al monsters zijn gespawnd. Maakt niet uit. Want verderop. Want je weet waar ik geëindigd ben als je mijn filmpje hebt gezien. Hier is de span, daar is er verderop. En hier is die berg en zo. Want als het goed is, zit het verderop. Tenminste, dat heb ik gezien bij mijn open oma. Dus ik weet niet of het nog steeds of het bij elke map zo is. Jawel, toch? Ja, kijk. Hier is een village.
Even kijken wat de grootte is. Het is een middel, een middeltje. Het is een leuke. Ja, het is een leuke. Het is een mooie snelfjes. De coördinaten 266 en 323. Meer dan 200. Even snel kijken waar Mr. Testificate. Die naam hebben ze nu niet meer. Je bent ook een lelijkerd. Nou, een echte lelijkerd ben je. Echt een wat noem je het? Een Beth and Ernie figuurtje. Hey, het zijn ook witte en bruine. Nou oké, dit was een ik geloof een vrij lang filmpje. Ik weet het niet eens eigenlijk. En ik zie jullie de volgende keer jongens. En dit was vierde seeds filmpje. Ik zal nog even snel duidelijk maken hoe het werkt. Je gaat een reactie. Als je de allereerste bent die een reactie op het filmpje zet, dan wordt jouw seed uitgekozen. Jouw naam wordt uitgekozen om een seed van te maken. En dan ben jij de volgende die een filmpje waarvan een filmpje wordt gemaakt. En dat ga ik serieus doen. Bij elke naam. Dus ga niet expres trollen of zo, weet je. Gewoon domme dingen als namen verzinnen en dan meteen reactie doen. Maar oké, tot de volgende keer jongens. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ja, doe gewoon alle dingen die je met mijn filmpje kan doen. Laters. Beste Minecraft-kijkers en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Minecraft. Vandaag hebben we een special. Jullie weten misschien dat in 1.9.4 de draken zijn geïntroduceerd. Ze spawnen niet natuurlijk, dus je kan ze niet natuurlijk vinden ergens in je wereld. Maar er zijn natuurlijk mensen geweest die ze toch in hebben gezet. Want het is zo dat de skin van de draak en de bewegingen en al die dingen, die zitten wel al in Minecraft. Alleen de draak zelf die is nog niet. Tenminste met die span al niet. Maar, dit is nu ook een mod is er, waarmee je het dus wel kan doen. En die mod wil ik vandaag even laten zien, tenminste. Ik wil gewoon de draak even showen. En dan ga ik op twee manieren laten zien. Je hebt daarvoor nodig een golden sword. Ik doe hem gewoon hier in het midden, omdat ik het kan. Dan gaan we een klein beetje omhoog zo. En dan doen wij een rechtermuis op. En wat gaat daar? Een draak. En hij vliegt best wel ver weg. Oké, dat is een beetje kloot. Op een gegeven moment gaat hij stil hangen en dan gaat hij rondvliegen en zo. En dan is hij echt mooi. Ik wil hem eigenlijk even rond laten vliegen hier. Waarom doet hij het niet? Ga rond. Nou oké. Dus ik heb hem ook van onderaf laten zien. Want wat hij namelijk doet op dit moment. Even helemaal naar onder. Ik ga naar bedrock level. Zo. Ik weet niet of ik door bedrock heen kan. Nou, maakt niet uit. 3, 2, 1. Oh shit, lava. Hij gaat dus overal doorheen. En nu ga ik hem volgen. Want anders dan weet ik ook niet meer hoe ik eruit kan komen hier. En hiermee kan je dus op zich mooie tunnels maken als je die nodig hebt. Hij is nu dus al buiten gekomen omdat dit water is hier. En dat hij wil graag naar buiten toe. Maar weet je wat ik dus niet snap? Is er zijn opeens nu 3? Nee, je hebt er net 3 gespand. Ik heb er 2 gespand. Oh nee, ik heb er wel 3 gespand. Oh, ik ben gek mogen. Oké, nu kan ik ze maar laten zien. Ik kan ze niet dood maken als het goed is. Ik wil even het hoofd laten zien. Ik wil dat ze paarse ogen hebben. Ja. Zie hoe mooi je dit water hebt gedaan. En ik geloof, dat zijn geruchten, maar in 1.9, de normale versie, kun je erop rijden. Kun je ze dus bereiden. En dan gaan ze vliegen. En kijk. Ze zijn wel mooi. Alle delen bewegen apart van elkaar. Dus die staart, die vleugels, behalve die poot, ik geloof die gaan flikken doen. Je hoofd, je nek. Het is mooi. Ik zal nog even een shitload van spannen. Dragon City mensen. Geef toe, ze zijn mooi gemaakt. Lekker bezig. Ik zal ook een paar even onder water spannen om gewoon op de kant. Oh, een beetje super lek, want ze zijn nu alles aan het slopen. Oh, dit is met mij normaal. Joost zit nog steeds naast me. Ik heb nu één frame
per seconde, 3 frames, 5. Oké, het gaat nu beter al. Al vandaag. Dat heeft mijn computer volgens mij ook altijd. Ja, maar jij zit op een laptop. Een laptop zou een kut. Mijn laptop doet het niet eens. Hij is gecrashed volgens mij. Het opstarten duurt alleen al een half uur. Oké, mooi. Zie je dit? Bij mijn vader doet hij toch weer zo. Het zijn net een soort allemaal vogels. Alleen dan is iets groter en gevaarlijker. Spannen nog eens 100. Hoe gaan we van mijn Minecraft helemaal crashen zo. Maar oké, dit zijn dus de draken. Op dit moment doen ze geen flikker. Ik weet ook niet wat ze precies dus allemaal gaan doen later. En ze kunnen mij dus ook niet doodmaken. Maar dat komt misschien ook omdat ik in een creative mode zit. Dit kan ook in survival mode. Als je toen in items hebt of als je gewoon een golden sword hebt gevonden. Maar je kan ze dus niet doodmaken. En ik weet dus ook niet of ze despawnen. Dus als je deze maakt op je mooiste wereld. Dan ben ik bang dat het niet goed gaat met je gebouwen. Nou, dit was de special voor vandaag. Misschien maak ik nog wel een paar specials. Ik weet nog niet precies hoe ik het ga doen en zo. Maar dit is wel een mod. En ik ga de class files, dus de mod files, ga ik in de beschrijving zetten. Ik ga geen uitleg geven over hoe je het moet, hoe je ze in je Minecraft moet zetten, de mod files. Dat gaat Paul een keer doen. Daar heb je een filmpje ook van. En daar heb ik geloof ik ook al een filmpje van, maar daar moet je maar verder terugkijken. Dit was het filmpje van vandaag. En joh, één ding even snel. De zon is rond in 1.9.4. Ik vind het mooi, maar sommige mensen vinden het niet mooi omdat het echte Minecraft gevoel kan het kwetsen ofzo, dat ik weet niet hoe je het moet noemen. De maan heeft nu ook, hoe noem je dat, fases? Nee. Ze hebben nu ook fases, je hebt sikkel, halve maan, geen maan en dat soort dingen. Dat is op zich wel vet, maar oké, het is een, Notch of the Jeff. Ik geloof dat Notch hem heeft toegevoegd. Dat maakt niet zoveel uit. En dit was dus een special voor vandaag. En ik hoop dat jullie hem ook gaan gebruiken. En dat jullie hem leuk vonden. Tot de volgende keer jongens. En heeft er misschien iemand een leuke afsluitzin? Want ik heb een goede beginzin. Van hallo beste kijkers, welkom terug, weet je, dat soort dingen. Heeft iemand een goede afsluitzin? Want die heb ik dan niet echt. Iets van, ja. Tot de volgende keer beste Minecraft kijkers. Kijk snel mijn volgende filmpje. Oké, dit was dus het einde. Doei.